Deze beschouwing, die is voor mohammedanen. Alleen voor mohammedanen, bedoeld. Als je geen mohammedaan bent en je luistert er toch naar, dan kan ik dat niet tegenhouden. Mijn punt is, niet gaan lopen zeuren. Ja, nou zeg, het is, nou, als je zo spreekt, dan is het alleen voor mohammedanen te begrijpen. En uh, vind ik er eigenlijk niks aan, want ik ben geen Mohammedaan. En uh, ja, waarom maak je dat soort uitzendingen? Nou, ik heb ook uitzendingen gemaakt alleen voor mannen en alleen voor vrouwen. En dit is alleen voor Mohammedanen. En we gaan het hebben over de consumptie van varkensvlees. Nou, dat is eruit. Ik was op mijn werk. Ik heb zo'n ontzettend leuke banen. En ik werkte toen in de flex. En met een nul-uren contract. Dus ik liep op mijn werk, uh, in mijn werkkleding dingen, een agenda bij me en een mobieltje. En dan was ik aan het werk en ja hoor, er ging mijn mobieltje weer. En ik gelijk, ja nee, just, uh, wacht even, ik pak mijn agenda. <laughs> en gelijk kijk ik je agenda. Want, uh, 23 oktober? Ja ja, en, en waar is het dan en hoe laat begint dat? Ja, dat kan, dat kan, dat kan, dat kan. ja dat kan. En dan weer werken. En dan kom je over, En dan was daar een, een vestiging. En, uh, iedereen waar ik aan werk, die weet wat het is. En daar zitten mensen met... Uh, In dat gebouw daarnaast, daar zit een man... en die wordt genoemd, nou, die werd genoemd... door een van die begeleiders, uh, de plant... En dat was het ook. Die haal je s morgens uit bed. En je maakt je helemaal poedelpoedel uh, poedel schoon. Uh, dan zet je hem ergens neer. Met die man in een rolstoel naar buiten. Daar word hij knetter, knetter gek van. Dat moet je met planten niet doen. hè. Wat ga jij doen? Oh, ik ga even de plant uitlaten. Nee, en dan wordt hij daadwerkelijk overprikkeld. En, uh, dan, uh, dan ga je nog wat beleven. Dus. Geen prikkels AUB. Nee, zo'n soort vestiging. En dan ook tussengevallen. Want, uh, ja, iedereen wordt daar maar gedumpt. Hè? Oh, hier kunnen we niks mee. Nou, uh. En dan had ik daar zo'n combiebaan. In de zin uh, schoonmaken. Uh, en kleding vouwen. Wasmachines draaiend houden. En uh, het avondeten voorbereiden. En dan een mooie lange dienst. In één keer zeven uur of zo. Kijk, dat tikt aan hè? En toen had ik die ochtend. Ik was s morgens al begonnen. En de, de ochtendploeg die was al pleiten. En de avondploeg die kwam. En ik was gefocust op dat eten koken. En toen die ene vrouw. Dat was een zo. En die zei tegen mij: van... Ja, het is leuk dat het eten klaar is. Maar de was moet nog gevouwen worden. Ik zei: Oh ja dat was een kwestie van kiezen. Ik kom daar voor de eerste keer. Weet ik veel waar de nadruk ligt? En ik haar uitgelegd van ja er zijn vestigingen die uh, aangegeven hebben dat ze, dat de avondploeg die heeft toch niks te doen en die gaat net zo lief even de was vouwen als het eten maar op tafel staat. Ja, dat weet ik er ook niet. Nou, maar zo was het dus. Zei, nou, dat zou ik in de gaten houden. Ik zou er nog een paar diensten draaien. En zo kwam ik met haar in gesprek. En we hadden het over eten. En toen stond ik erbij stil dat Chinezen, die eten alles. Misschien heb ik dat niet gezegd. Ik denk dat ik wel heb gezegd dat ik een keer maden heb gegeten. Van een of andere kever. Of, of zo. Dus het extreme. Uh... Maar ja, die heb ik wel opgegeten. Ja, je wilt toch weten hoe het proeft uh, Kikkers. Bij de kikker, uh, die pootjes. <laughs> Dat is niet vies hoor. Helemaal niet. Dat is heerlijk. Kijk, en Nederland is kikkerland. Dus ja, ja kwak kwak weer een kikker. En een kikkerdril, jongen. Voordat ik het weet, zit je hele vijver vol met kikkers. Die zijn best lekker. En ik ben in Limburg geweest. En daar stond het op het menu. In de kroeg... Dus in Limburg, van die bourgeois. Hè? Allemaal een zachte je en zo. Hè? En als je naar de kroeg ging, nou, hardgekookte eieren, kikkerbellen, portie worst, portie kaas. Kiezen maar. Nou, kikkerbellen gegeten. kikkerbillen gegeten. Het was heel verzorgd. Het was een keurig bordje. En die kikkerbilletjes erop. Dat zijn pootjes van de kikker. Hè? En heb je daar uh, citroensap bij, want je eet het met je vingers en dan krijg je vette vingers en dan kan je met het citroensap kan je, je vingers schoonmaken. Er zit een, uh, een doekje bij, maar uh, ja. dan kan jij smullen. Ja, heb ik kikkers gegeten. Slakken heb ik ook gegeten. Slakken is, dat is reuze lekker. Die kocht je in Nederland. In, in Wageningen. Oh, ja, overal. Je blikjes wijngaardslak. Dat is de slak die de, onze druiven probeert te, te nachelen. Ja, en, en die vervelende slak, die, die smaakt heerlijk. Ja, vind je het gek? Dat is een, dat is een slak met smaak. Dat is lekker hoor. En dan kocht je... Uh, in de supermarkt, die blikjes. En dan had je thuis een, een, een netje met slakkenhuisjes. En je had ook een vurkje, een speciaal slakkenvorkje, hoort er ook bij. En een klemmetje. Dus iedereen krijgt een klemmetje en zo'n smal vorkje. En op je bordje, daar liggen die slakkenhuisjes. Maar die gaan in de vaatwasmachine, die heb je... En heb je dus die, die mooie, schone slakkenhuisjes. Dan doe je dat blikje van de supermarkt doe je open. En dan doe je dus die slakjes doe je er zijn uh, eigen huisje geven. Hm? En dan een lekkere lik knoflookboter. En dan mag je je helemaal wild gaan. Het idee is boter. En knoflook. En wat je maar wil. Hou er rekening mee dat die... Zo'n zo wijngaardslakje, Het heeft niet een hele rijke smaak. Dus niet te veel peper of zo. Dan, dan, dan proef je het slakje niet meer. En dan lekker lang in de oven. Oh, dat is lekker, jongen. Koeientong. Dus dat, dat is ook zoiets. Dat is heerlijk. Ik was op vakantie in 2013. Zo'n gescheiden vadervakantie met een andere. Ja, zo'n. Ja, als gescheiden vader ben je niet echt een vader. Hè? Dan ben je een soort hulpvader. Dus ik, had, ik was de ene hulpvader en ik had nog een hulpvader. En we zaten in Frankrijk. En in de supermarkt lagen daar koeientongen. Heb ik koeientong gemaakt. Dat is lekker, jongen. En helemaal niet moeilijk, hè. Dus je, daar in Frankrijk is het vacuüm verpakt met een dikke plastic. Gewoon lekker weggooien, niks van aantrekken. En dan die koeientong, die kan je nog even schoonmaken zoals je wil. Maar die gaat als eerste gekookt worden. En dan doe er maar bij wat je wil. Dan moet je maar kijken wat je lekker vindt. Nou, je gaat eerst die tong even koken in een, nou, iets met smaak. Laurier kan er goed bij. Je kan mikken op van alles. Ik heb toen, dacht ik, gemikt op. Kerry. En room. Uiteindelijk ga je daar naartoe. Maar eerst ga je die tong ga je koken. Dat is daadwerkelijk een tong van een goeie. Leg je in je pan. En dan drie kwartier, twintig minuten. Je vindt dat zo op internet. Ja. En dan moet hij eruit, dan is hij heel heet. En dan pellen we die, de, de bovenkant, die kan dus ook vanaf. En wat je overhoudt is het spierweefsel van de koeientong. En de tong is een van de sterkste spieren, ook van jouzelf, qua spieren. De tong is. Zo... Zou je niet zeggen, met een tong kan je niet een vrachtwagen trekken... maar in dat kleine gebeuren is het uh, ja, de sterkste spier. Het is maar een klein spiertje, maar wel een hele sterke. Zo moet je het zien. Ja, die bovenkant, dat schuurpapier, daar, daar heb je niks aan. Dat gaat in de afvalbak, dat geven we niet aan de gemeente terug... maar ja, dat gaat in de, in de bak met rotzooi. Onze eigen rotzooi. Dan kan je van alles mee doen. Je kan het ook een fijn malen en aan de katten geven. Of aan de hond. Maar dat eet je niet op. En dan die binnenkant en ja, dan ga je beginnen. Dus dan kan je hem even grillen, heel kort. Plakken snijden is erg belangrijk. Plakken snijden moet je doen. En wat ik toen gedaan heb, was uien in de pan, knoflook erbij. Echt een mooie, warme, lekkere kerrysaus gemaakt. En daar die schijfjes koeientong in. En daar doe je witte rijst bij. Oh, dat is lekker jongen. Eet je koeientong. Heb ik nog meer gegeten, paling. Oh, vis, heel veel vis. Zelf gevangen vis. Er je... was met diezelfde man ook zo heel veel van die uh, hulpvadervakanties gehad. En was ik met die man op vakantie in Finland. En de hele dag vissen. Net zolang tot iedereen een vis had. En dan maar hopen dat je genoeg vissen vangt, zodat iedereen zijn eigen vis heeft. Nou, ja, dat lukte dan. Dat was wel zes uur vissen, maar. Lekker hoor. En met een visser, ja, je kan er heel veel mee doen of je doet er bijna niks mee. Door die vissen die we vingen, daar kan je de moeite nemen om die, die schubben eraf te doen. Hè? Dat kan. Dat is heel veel werk. Je kan ze ook direct op het vuur leggen. Totdat ze uit elkaar beginnen te vallen. En net voordat ze uit elkaar vallen, snel op een bordje. En de rest doe je met je vingers. En wat citroensap. Om die grondlucht eruit te krijgen. Want de vissen is altijd een beetje. Je denkt van hier zie ik een beetje vislucht. En van de grondlucht bedoel je dan. dan kijk, de... vis is het meest bederfelijke stukje. Het is geen vlees. Vis bederft eerder dan vlees. En dat heet vislucht. Maar verse vis, waar je gewoon een vis hier in Nederland uit een vijver trekt... die zijn allemaal eetbaar. Maar die, die zitten in die modderdingen. Dus wat je ermee kan doen, is je kan ze roken. Je kan ze drogen. En bovenal, je kan ze opeten. Een vriend van mij. Ik woon in Arnhem. Hè? Een vriend van mij. Die had op een dag geen geld. En wel honger. Die is het Sonsbeekpark ingelopen hier in Arnhem. En heeft een eend gepakt. Een kwak kwak. De nek omgedraaid. Onder zijn jas gestopt. En teruggewandeld. Ja, je moet toch wat? Je hebt geen geld en wel honger. En ja, wat doe je dan? Aan een boom knauwen? Een straatsteen in je mond proberen te stoppen? Nee, dan bak je maar een eend. Ja, waarom niet? En toen zei die Mohamedaanse vrouw tegen mij... ...die zagen we op de computer en waren leuk in gesprek... ...ik had even... Ik dacht, ...ja, als schoonmaker mag je even... Hè? ...ook even zitten. Dat is mijn pauze. En toen zei ze... ...nou, ik, ik ben het helemaal met je eens. Dat vind ik ook wat jij zegt. Behalve varkensvlees. Dat eet ik echt niet... En dan hebben we plotseling een punt. Hè? Want hoe kan zij het nou helemaal met mij eens zijn? Dat je in principe ook maden moet eten. En, ik weet van een man en die heeft gewerkt voor de tempeliers. En dan de militaire orde. En die jokers die zijn Afrika ingestuurd... om daar uh, ja, iets beleefds te doen namens de tempeliers... Daadwerkelijk, hè? ze heeft het hele pak ook. En hij is van de orde van de Tempeliers. Maar dan niet de, maar dan de soldaten. Een soort uh, wat die, die Fransozen ook hadden met het. Wat was ik weer? De, de legionnaires. Iets van een vrijwillige legioen als je de meest grote crimineel was, dan kon je altijd naar het vrijwilligerslegioen. En dan mocht je zelf doodvechten namens de sultan of wie ook maar, de koning. Nou, zo hebben de Tempeliers ook gewerkt. En die man die was dus beland op een missie. En het een en ander was niet helemaal volgens plan gegaan. En wilde wel graag terug naar Europa. En nou ja, dat regenwoud was behoorlijk vochtig. Dus ze hadden op zich geen vochtgebrek. Maar niks te eten. En toen zagen ze apen. En die trokken schors van bomen. En die aten die maden op. En toen was er eentje van de ploeg die zei: van hé, hey, die apen die eten maden. Zullen we kijken hoe ze smaken? Nou, dat is heel goed afgelopen. Hij is naar Europa gekomen, is in Arnhem gaan wonen en heeft mij verteld dat hij, en ook nog bewezen ook, dat hij van de Tempeliers is. Dus. En hij heeft dat gedaan. Zijn zoon werkt momenteel in de beveiliging. Ik weet niet waar die werkt, want tegenwoordig zitten al die coronatoekroegen allemaal dicht. Het is allemaal besmettingshaarden. Ik weet niet waar die werkt, maar waar die zoon werkt, daar zou ik. Eh, ik zou daar geen trammeland trappen. Want die man had alles. Die vader. Een harde jongen. En zo hoor je te zijn. Overleven is uh, regel 1. En het is mooi als je. Nou, je. Dat is. Dit is voor hè, in, in onze bibliotheek. Wij hebben niet een boek, maar wij hebben een bibliotheek. Allemaal verschillende boeken. En ieder boek heeft een serie hoofdstukken. En ieder hoofdstuk heeft een serie verzen. Dan ga je heel klein. Maar nog steeds heb je onze bibliotheek. En. In onze bibliotheek, die bestaat voor 80% uit de Hebreeuwse geschriften, en 20% of 15%, echt heel weinig, dat zijn de Griekse. En die Hebreeuwse geschriften, sommige daarvan, stonden in het Aramees, maar dat scheelt niet veel met het Hebreeuws. Zoiets als uh, Fries en Nederlands. Als je het ene kent, ken je het andere ook. Het is iets anders. Maar... Dat is die oude meuk. En daarin staat het boek Leviticus. En ja, Leviticus, dat moet je kennen van die spijkerbroeken. Die heette Levi. Het staat gelijk aan de priester. De priesterklasse. En die kwamen met die voedselwetten. Dat was om het volk te verenigen. Dat je. Het gaat erom dat je allemaal de waarheid gelooft en accepteert. En. Je eraan onderwerpt. De waarheid is boven jou. En je krijgt een probleem als je als waarheidslievende omgaat met leugenaars. Want die doen heel vriendelijk en aardig tegen je, maar het zijn leugenaars. En wat je dan kan afspreken, is dat je onder de waarheidslievende zegt: Wij doen allemaal zus. Wij brengen dat offer. Wij passen ons gedrag aan aan een mode. Van modes. Dus, wat je ook in de mode hebt met, met vrouwenkleding, maar het is een mode. Wij doen allemaal zo. Noem het maar een geheim genootschap. Een soort onderlinge afspraak. En de mensen die daar niet aan mee willen doen, die, nou, die doen er niet aan mee, maar dan doen ze ook niet mee. Het is een manier om een. Um, ja, om aan elkaar te laten blijken dat je allemaal van dezelfde overtuiging bent. Namelijk dat je je moet onderwerpen. En nou, niet verbazend is onderwerping het thema van de Mohammedanen. Op zijn Arabisch heet dat islam. Dat is onderwerping. En vandaar voedselwetten. En veel Joodse mensen die, uh, hebben nog steeds die overtuiging. En eten geen. Ik denk geen. Uh, ja, wat ik zelf erg lekker vind. is uh, uh, Iets met room ook. En room en vlees ook nog. Uh. Ja, ja. Ja, ik vind eigenlijk alles lekker. Het is. Uh, terug naar het varkensvlees. Ik. Hebben een huwelijk gehad. En die vrouw, het, het is een beetje, nou ja, maar maakt niet uit, die stond erop dat het vlees, de, de consumptie daarvan moest zo minimaal mogelijk. En als er vlees kwam, dan moest dat van de bioslager in de Steenstraat hier in Arnhem. En dan maakte ik wel eens nasi. Als Indonesisch. En daarbij gebruik je varkensvlees. Ik kocht varkensvlees bij die bioslager... En de dag daarna ben ik teruggegaan. Of, of twee, drie dagen daarna. En ik tegen die man gezegd. Gozer. De, de hele keuken stonk naar het strand. Dat had ik nooit meegemaakt. Hè, bij de supermarkt varkensvlees. Maar bij hem wel. Ja, hij was van de bioslager. En die man zo grinniken. En die zei. Ja, wat dacht je dan? Het is varkensvlees. <laughs> Volgende klant. Wie is er aan de beurt? Dat was voor hem. Ja, wat, wat zeg je nou? Een varkensvlees, dat stinkt. Als je... Echt varkens. Als je zo'n zo uitgemerkt, weet ik wel, wat, zo'n zo, 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 varkensflatvark of zo. Dat misschien dat het wel meevalt, maar. Maar, nee, maar dat is ook niet zo. Nee, <laughs> varkensvlees stinkt. Als je varkensvlees. in stukken snijdt. Hè? en je flikkert het in een pan. en dan zet een raampje open. Dat is niet te hard. Hè? En zeer zeker het vlees van die mannetjesvarkens niet. Dat stinkt. voorbij woorden hoor. Nou, dan heb ik dat geleerd. En nu weet ik dat. Die stank kan je eruit krijgen. Maar dan moet je wel weten hoe je het doet. Hetzelfde heb je ook met paling. De paling, dat is een aaseter. En ja, ik heb een keer, uh, ik heb twee, drie, vier, vijf keer een paling gevangen. Oh Amen. Maar zie dat maar eens op te eten. Met dezelfde attitude kan je ook met varkensvlees betrachten. En het geheim hierbij is het gebruik van zuur. En... Geurverdrijver. Dus bloemetjes, vruchten. Dat soort dingen. Maar zuur is het beginsel. Dus je hebt een stuk varkensvlees. En je hebt helemaal geen geld. Hè? Dan koop huishoudassijn. Dan wordt het helemaal week. En dan laat je er gewoon lekker een nacht staan. Wordt helemaal week en zacht en uh, flikken die marinade weg. En dan in de pan. Met een uitje erbij. Ja, dit als uitgangspunt, hè? je hebt dus een stuk varkensvlees en je hebt uh, vijf kinderen te voeden en er is alleen maar varkensvlees. Ja? Stel, even qua gedachte. Hoe doe je het dan? Want als je dat zonder meer in de pan flikkert. dan gaat dat hele huis stinken naar stront. en dan worden de kinderen wild. En dat moet je niet hebben. Dus je, 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 bent, je, moet het, je moet weten. hoe je moet koken. En nee, het is niet zo makkelijk om van varkensvlees iets lekkers te maken. Daar ga je nog even bij staan kijken. Een uitzondering is varkenslever. Dat stinkt niet. En andere dingen van de varken. Ja, die mensen met varkenshaasjes. En. Ik. Uh... Ik zou er niet voor gaan, hoor. En trouwens, uh, ik. Varkensvlees. Dit, ja, waarom de haas? Het beste stuk, het malse, malse ding. Ja, waarom dat? Niet helemaal mijn ding. Je hebt maar een, een heel klein stukje varkenshaas per varken. Je hebt ook varkenskop, varkensoren... Varkensbuik, lekker hoor, varkensbuik. En Chinezen hebben daar een kunst van gemaakt. Dat is knisperig, jongen. En waarom niet? En onze Heer. Ik ben een christenen. Onze heer, die heeft gezegd, het is niet dat wat de mond ingaat, dat de mens verontreinigt. Maar dat wat de mond uitkomt. En ik begrijp heel goed dat je met dat smerige spul dat van de, dat werksvlees, en dat gaat de hele keuken, naar stinkt dat je daar denkt van... Uh, uh, uh. Ja, jullie gaan vandaag uh, spelen bij de buurvrouw... en dat die kinderen zo bezorgd vragen... ja, waarom, waarom, waarom? En dan moet je helemaal niks zeggen. En dan doe je het toch en dan stinkt de keuken maar even... maar daarna denken die kinderen, oh, wat lekker, oh, wat lekker. Overleven is belangrijker dan een houding... Je hebt een houding tot overleven. Het punt is, je moet overleven. Wat je ook maar geloofde. Maar je moet overleven. En wat ik een heel zielig verhaal vond, was dat ik een Mohamedaanse jongen heb leren kennen. Een Turk. Een echte Turk. Hè? Uit Tosja. Maar die is hier geboren. Maar zijn familie komt uit Tosja. En ja, door omstandigheden was ik met hem naar Utrecht. En mijn kind was er ook bij. En hij was net zo oud als mijn kind. Een jaartje of zes of zo. En nou, dat naar Utrecht was niet echt leuk. Het is dus, uh, een trein en een bus. En uh, ook nog koud weer. En, uh, en tekeningen van. van Nijntje, van Dick Bruna. Dat ja, is ook leuk. Het Dick Bruna Museum in Utrecht. Ik heb er wat geleerd. Van, oh, deed hij dat zo. Aha. Maar goed, dan ben je de hele middag in de trein. En dan weer met de bus terug naar het station. En dan sta je te wachten. En het is helemaal geen lekker weer. En allemaal instappen. Oh, en dan zijn we dan in Arnhem. En dan moeten we nog lopen. En, en dat was inmiddels vier uur, vijf uur s middags. En ik stelde voor om uh, even te snacken. Het is koud buiten. En we gaan bij Snackbar Apollo uh, even snacken. En dan vind ik het belangrijk dat je patat neemt en een snack. Dus... Nou, hij wilde geen frikandel, want daar zou mogelijk varkensvlees in zitten. En dan zei ik, nou, dat maakt niet uit, ze hebben hier ook kokette. Rundvlees. Krokette. Ja. En dan zei die jongen tegen mij. Ja, ik durf het toch niet. Mijn vader, weet je. Dit is echt heel erg. Dat is een bijwerking. van. de, 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 de regel van. Ja, maar onder geen voorwaarden varkensvlees. Want, ja, maar je moet het ook heel. Ja, dat, dat kan dus niet. En die jongen, die had een eetstoornis. Hij was ook heel klein. En nu zijn Turkse mensen kleiner dan Nederlandse mensen. Maar dat was voor een Turks iemand echt een heel kleintje en die durfde geen croketten eten na een saaie middag in Utrecht met koud weer en dan wel heel veel lopen en dan 1 uh, twee in de maat anders wordt uh, de ex van Peggy kwaad. en dat wel allemaal maar dan alleen patat met een beetje mayonaise want uh, nee uh, geen uh, eiwitten nee maar als je denkt, uh, maar dan mag hij wel naar het Rijnstatenziekenhuis. En uh, zijn moeder heeft erop gestaan dat ze met een slang helemaal uh, door zijn keel en zijn, zijn maag gaan kijken. En dan ook nog met een slang door zijn anus en zijn darmen gaan kijken. En zo. Want hij eet niks. Hij eet te weinig. Ja, maar waar, waar komt dat dan van? Kijk, hey, hier in Nederland, daar groeiden vroeger geen bomen. En toen kwam die bootbouw. En hebben we heel veel bomen uit Duitsland gehaald. Die werden afgedreven met de rivier. En van die, die, die bomen maakten wij planken en dan. Nou, ja, timmeren, je snapt het wel. En dan lekker ver weg varen. Nou, toen hebben ze Nederland volgepland met bomen. Er was zo'n zo motto: oh, veel bomen, dan oh, ben je bomen. Oh. Dan kregen we bussen. Nederland was helemaal geen bebost gebied, het was een moeras. Het was een land voor kikkers. Heel erg leuk. Nederland was zo grappig. Ja, Duitsland is ingewikkeld. Dan heb je weer zo'n bierk. En dan ga je weer omlaag. En dat houdt nooit op. Nederland was eenvoudig. Je komt binnen. En je ziet in één keer. Oh, geen bierke. Nee, dat is groot moerasgebied. Ja, en nu staan er dan een hele hoop bomen. Bossen. En dan lopen van die everzwijnen in de rondte. Die, die beesten die zijn hier tegen te houden. En die maken die bossen kapot. En dat ze bomen mollen, dat is tot daar en toe. Die bomen laten ze in de regel nog wel met rust. Hè? Maar ze mollen ook onze fietspaden. En voetgangerspaden. En dat laten wij dan zomaar gebeuren. Uh, wij maken. We hebben die bossen gemaakt hier in Nederland. Want er waren vroeger helemaal geen bossen. Huh? En wij doen fijn bosbouw. En dan gaan die evenzwijnen daar een beetje in de te lopen voortplanten. En die maken de fietspaden kapot. En als je niet oppast, dan, dan, kom, dan komt dat. Die aanwezigheid van de grote. De grotere, sorry. De grote. Er komt die aanwezigheid van die grotere. Die, die komt onze dorpen binnen. Die maken alles kapot. Heb je enig idee hoe sterk een everzwijn is? Ja, laat het even op je inzinken. Dus wat doen we nou? Dus of we maken alle even zwijnen af hier in Nederland. Of uh, ja, we laten het maar. Want als je alle even zwijnen af gaat maken. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. En je hebt weer een nieuwe hoor. Dat heeft te maken met dat wat is. Dat is groter. Zoals het in het Arabisch zo mooi luidt. Aluwa Akbar. Of aluwa Akbar. Mijn Arabisch is uh, niet. jedat. Ik ben niet vloeibaar in Arabisch. Ik begrijp wel waar het om gaat. Namelijk dat die evenzwijnen onze bossen kapot maken. En dat is niet erg als ze maar van die fietspaden afblijven en niet de hele boel op kosten jagen. Want dat kennen wij allemaal, die zielige Turken hier ze helemaal kapot laten werken voor schamele loontjes om die bossen te repareren. Dat vind ik foute werkverschaffing. Ik ben er dan voor dat we die evenzwijnenpopulatie in de gaten houden. En dan die grote jongens die knallen we af. Met een zwaar kaliber. Vanuit de bomen natuurlijk. Het is voor Mohammedanen. Het is alleen voor Mohammedanen. Kijk naar die film: Hannibal the Cannibal. En dan nummer twee. Daar is een hoofdrol weggelegd. ...wordt verken. Uitermate gevaarlijke wezens. Ik ken het verhaal... ...dat stond op internet... ...van een Amerikaanse familie... ...en dan, dan mijn buurfamilie... ...ik ken het wel... ...van die, van die, van die redneks... ...die zouden wel even... ...een zwijn omgaan leggen. Slachten... Ja, dat hebben ze gedaan in een schuur. Uiteindelijk zijn ze weggevlucht en dat zwijn stond nog overeind en de schuur niet meer. Ja, nou, hou er even rekening mee. Maar een everzwijn hier in de Apeldoornse bossen, ja, kom op. Door tegenwoordig, onze jongens, die kunnen huis in een boom klimmen. Iedereen zo'n iPad-interfaceje. Dan zie je de hele ploeg aankomen lopen. En dan gaat altijd een jong zwijntje, dat gaat voorop. Maar die moet je niet hebben. En dan komt de, de, die grote lul, die komt er aan. En die moet je pakken. Van drie, vier, vijf, zes, zeven verschillende hoeken. Gewoon knal. En dan gaat hij liggen. En dan moet je nog even kijken. Heb je nog uh, doelwit nummer twee, doelwit nummer drie. Uh, die grote moet je eruit halen. Omleggen die handel. En dan weg weten te sleuren. <laughs> Ga er maar aan staan. <laughs> Een beetje zo'n even zwijnen zo rijp voor de slachten, 500 kilo, 600, 700, 800. Weet je hoeveel eiwit daarin zit? Wat denk je zelf? Weet je hoeveel frikandellen je daarvan kan maken? Dat is veel jongen. En waarom niet? Die everzwijnen. die lopen onze bossen te mollen. Dat kost ons klauwen met geld. Dus mogen wij eten? Je moet het wel klaar weten te maken. Maar. ik heb het je net verteld. <coughs> Huishoudassijn. Als je geen geld hebt. Als je wel geld hebt, nou, citroensuur met huishoudazijn of huishoudazijn met sinaasappelschillen. Wat dacht je daarvan? Eerst sinaasappelschillen koken in huishoudazijn? En die meuk uh, laten afkoelen? En dan dat varkensvlees erin en lekker laten staan op een lage temperatuur. Zodat dat zuur langzaam naar binnen dringt. En dan is het helemaal doortrokken van het zuur. En dan, dan moet je maar kijken, ik begin er met fruit, dus we denken daar nog meer aan. Als je die citroenzuur opgaat, het is... Ja, dat weet ik niet. Ja, dan moet je maar even kijken. Een paar keer uitproberen. Dan merk je het vanzelf. Het gaat erom dat het heel mals wordt. Heel zacht. Dan gaat het in één keer naar binnen. Bij de kinderen. Mama, wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond monster. Oh, maar wat voor monster? Oh, die heeft uh, fietspaden gemold. En uh, voetgangersoversteekplaatsen. En uh, al die andere dingen kapot gemaakt. En. Nou, uh, oh, dat eten we vanavond op. Erg lekker erbij, hè, als je, dan, uh, je hebt gemarineerd. En dan heet bakken, heet bakken. En een goede pindesaus erbij. Kroepoek is niet te versmaden en komkommersalade. en dan voor een keertje met dille, komkommer met dille, lekker fris in de mond. Hey, wij mensen zijn hier om te dienen. En onze kinderen te voeden. Dus wij dienen ervoor te zorgen. dat onze kinderen. door het eten. honger krijgen. Honger naar meer. Dus dat, dat wij kunnen zeggen. ja, het eten is op. En dat die kinderen denken. nou, ik heb honger naar meer. En dan gaan die kinderen naar buiten. En dan gaan ze dingen doen. Want ze willen meer. Dat is onze taak. Wij moeten ervoor zorgen dat onze kinderen groot en sterk willen worden. En daarvoor moeten ze eten. Alles wat er maar te eten is. En die honger, die krijg je. Van vertrouwen. Van geloof. Je geloof leert jou dat jij gewenst bent. Ja, en als ze jouw soort willen, dan wil jij meer. Dat is wat Christus zegt. Christus zegt: Hij die heeft, die zal gegeven worden. Hij die niet heeft, zal ontnomen worden dat wat hij heeft. Hallo, wakbare. Dat is hetzelfde. Ja, ik ken een klein beetje Ira Arabisch. Hè. La ilaha illallah. Mohammed de gesulallah. En zo was het. En het is zoals het was. Wij leven in het gevolg. Der dingen. En mij maakt dat geen donder uit dat jij Mohammedaan bent, of atheïst, of katholiek, of uh... <laughs> reetridder. <laughs> dat maakt mij niet uit. Ik leef onder contract. Maar niet met de Nederlandse overheid. Ik heb een contract met de Nederlandse overheid. Uit medelijden. Zij willen me graag kennen. En dat, dat vind ik zielig. Maar goed, dus ik heb medelijden. met de wereld. Ik heb liefde. voor de zoon. En ik vrees. de vader. Die groter is. is groterenisme, het alles overheersende. Dat wat iedere dag ons geeselt en de natuurwetten verandert. Naar zijn wil. Het is erg belangrijk dat jij als Mohamedaan de waarheden van de Koran... Onderstaat. Verstaat. Wou je ook zeggen. Arabisch is erg mooi. Daar is niets op tegen. Ik zou niet weten waarom. Latijn is ook mooi. In zekere zin. Is het werk van William Shakespeare. Die Griek. Dat is Griekse. Dat is Athene. En dat Engels is ook mooi. Zo'n mooie uitspraak van die club. William Shakespeare. Dat is van Mohammedanen. Al die. Al die Westerlingen die weten dit al lang, joh. William Shakespeare, dat was niet een persoon. Dat was een organisatie. En die kwamen met die mooie uitspraak: To be or not to be? Dat is de vraag. En hoe geldt dat voor jou als Mohammedaan? Wil jij dikke, vette, doorgevreten kinderen? Of magere scharminkels met een boek in hun handen? Hm. Aan jou de vraag. Ik zeg je, hef alle wetten op. En wees. Ja, je, je kan niet zeggen dat je als non-Mohammedaan in Nederland betere kansen hebt op overleven dan als Mohammedaan. Het voordeel van de Mohammedaan is dat hij iets is, terwijl Nederlanders die komen niet verder dan gestamel met atheïsme of democraat of. Uh, ik vind dat Geert Wilders toch wel iets is. Maar jij bent Mohammedaan, dus je bent iets, namelijk Mohammedaan. En dat is belangrijk. En alles gaat eraan. Alles gaat eraan. En dan blijft er iets over. En dat wat overblijft. is datgene wat er was. En wat nu is. En dat blijft over. Meer is er niet. En tot die tijd. is er een eeuwige herhaling en daarna ook. En jij vindt het leven. uber. En iedereen in jouw omgeving, daar heb jij medelijden mee. En die biedt jij troost. Dat is de waarheid. Dat is de weg. En dat is het leven. En wees iets. Ja. En leren. Uh, ja, varkensvlees. Maar <tacht> nou, toch. Hè? En ook dat, voor Mohammedanen Dat gebod dat vrouwen. Met, uh, die moeten hun schoonheid verbergen. Uh, ik zou zeggen. En uh, niet allemaal. Er zijn genoeg vrouwen, waarvan ik denk van ja, je kan je schoonheid wel verbergen, maar waarom? Je ziet er helemaal niet uit. Je hebt een behaarde bovenlip, je hebt ingegroeide vratten. En waarom zou je dat verbergen? Is dus voor Mohammedanen? Hè? Uh, hier in Nederland, wij houden van grove moppen. Grof. Je kan ook zeggen, graf. De harde moppen. Nou, weet je. Uh, weet je denk ik niet, hè? Want jij bent Mohammedaan en. Uh, waarschijnlijk weet je niks. Je, je komt uit Afrika of zo, hè? Ja, dan snap je er niks van, hè? maar je bent een Marokkaan. Of een Libiër. Nou, wanneer mag je nou een Turkse vrouw als Nederlander in haar bek spugen? Ja, wanneer mag dat? W wanneer is het toegestaan dat je een Turkse vrouw in haar bek spuugt? In de gezicht. Dat ik je gewoon. Ja, dat is als ze een sigaar aansteekt. en haar snor gaat in de fik. Maar dan mag het. Maar anders niet. Kom tot rust. Huh? Zijn er heel veel vrouwen van die Mohammedaanse klasse. Die hoeven helemaal geen boerka of whatever. Do, 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 Doen niet zo mal. Punt. Maar die jonge lekkere wijfies met die schommelkontjes. Ja, alsjeblieft, ja, even naar de supermarkt, dat is goed. Maar dan doe jij je werkkleding aan. Net zolang tot je te oud en te lelijk bent. En dan hoef het niet meer. Maar tot die tijd in je werkkleding. Dus een boerka, en dat is de boerka van je oma, maakt niet uit. Maar niet een beetje over straat lopen wiegelen, want we weten hoe die geile Hollanders, en trouwens hier in Nederland is 70% buitenlanders, allemaal Duitsers en Engelsen en Denen en Oekraïners en ja, je kan een andere tuigen ook wel. Dat we dat beseffen. Het is belangrijk dat jij als vrouw je beseft dat, je, dat die mannen idioten zijn. En het liefste wil je dat ze minimaal één dag per week gaan ze samen idioot doen. En dan heb jij je handen vrij dan zijn ze allemaal in de kerk of whatever dan kan je even opruimen en dan hé hey, hey, al die idioten weg dat je dat begrijpt dat jij als vrouw jij bent de baas van het huis en laat die kerel vooral de, ja, de deuren uit met hem dan kan jij opruimen Iedereen weet dat de waarheid is. En je kan wel een verandering willen. Want ja, vrouwen moeten ook naar buiten. En die gaan ook werken. En ik zeg je, tranen dan. En daar mag jij je niet over beklagen. Ook al ben je Mohammedaan als vrouw. Het is zoals het is. En ik heb nooit de bedoeling gehad, ik, hè, als perrie, ik heb nooit de bedoeling gehad om het voor jou makkelijk te maken. Waarom? Ik heb het zelf moeilijk genoeg. En waar ik behoefte aan heb, dat zijn mensen in mijn omgeving en die zijn gebouwd van steen. Die malen nergens om en marcheren. Allemaal onderworpen en marcheren met die handel. Een leger van werkers. Een army of robots. A robot is Russisch. Voor werker. Uh, niet luisteren naar mensen. Automatisch handelen. En daarbij moet je luisteren naar het kleine vogeltje. Als je die snapt, dan zie je het in. En luisteren naar vogeltjes. Je <laughs> moet lachen nou, hè? want ik, ik weet hoe simpel het is. Want ik ben een christen. En dan heb je het gevonden. En wees niet treurig. Het is vervelend dat je door je man gedwongen wordt. Om, dan moet je dit en dan moet je dat. En geen varkensvlees. Dat is vervelend. Dat is narigheid. Dat is domboïtiteit. Ik ben blij dat ik geen Mohammedaanse vrouw ben. Ik zou het echt niet weten. Ik zou geven om mijn kinderen en ik zou bij mijn man afdwingen dat zeggenschap hoort bij verantwoordelijkheid. Je bent door je man verantwoordelijk gesteld voor het huis en dat betekent zeggenschap. En afgelopen met onzin. En tegen je man zeggen: Oké, okay, jij geeft mij heldere instructies die ik begrijp. En wat jij mij opdraagt, dat zal ik doen. En ik heb de verantwoordelijkheid voor het huis. En dus de kinderen. Het zijn jouw kinderen. En ik ben verantwoordelijk voor het huis. En als je mij vernachelt. in mijn zeggenschap. over het huis. dan gaan je kinderen naar de hel. Dus respecteer mij. Ik zou dat afdwingen. Ik zou niets liever willen zijn. dan een vrouw. Eigenlijk. Alleen de dagelijkse zorg. Het enige waar jij je zorgen over maakt, is dat je morgenochtend op tijd wakker bent. En daarvoor ga je op tijd naar bed. En je jakkert al die luizakken uit hun strobed. En iedereen de deur uit en dan zuiveren. En een praatje maken met de buurvrouw. Uit Jordanië. En je man aan het werk houden. Je moet je man altijd wat te doen geven. Net als een hond. En belangrijk is dat die mannen in de gaten krijgen dat jij ze. ...bezig zit te houden... ...met fopkawijtjes. En dat moet je niet doen. Ze moeten het niet in de gaten hebben. Maar je moet ze de godganse tijd... ...aan het werk zetten. Die man... ...moet... ...wat voorstellen... ...een uiterlijkheid... En jij stuurt die hele zaak aan. Snap je nou? En het is vervelend als je man jou dwingt om. Uh, ik wil wel dat ik dit doe. Dat is een crybaby. Dat is een motherfucker. Even harten. Maar dan nog. Meegeven. Doe je boega om. We maken dat. uit. Oh, wil je dit? Nou, dat is goed, joh. Het gaat jou er niet om. Want jij hebt net als ik een contract. Met de groter. De Groter. En maak je geen zorgen. Want alles wat jij tegen de wil van de groter. zal. wat je tegen zijn wil hebt ingedaan. is peanuts. Is, 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 niks. Alles is vergeven. Het punt is, het is 2000 jaar geleden vergeven. En die tijd is voorbij. Je kan alsnog van de vergever. van oké, okay, dit was niet goed, dat was niet goed. En ook, oh, dan kan je ook nog die zogenaamde straf ondergaan: dat je gaat betalen, dat je op jihad moet of zo. Een boetedoening. In het echt. Dat is fik. Het leven is boetedoening. En Christus is je vriend. En nu jij nog. Doei, Mohammedanen. <laughs> en vooral nou, de. Ja, die, die Mohammedaanse vrouwen. Waar ik als jongeling. De van zou houden. ik zou ze het hof willen maken. en zo uh, uh, schuchter zou ik zijn. En dan kijken of ze happen. Hoi. <laughs>